Goedemorgen, ik ben René Peters. Vandaag gaan we op bezoek op het platform Q13A, het platform van Neptune Energy, dat als eerste in Nederland geëlektrificeerd is. Volledig elektrisch, dus zonder uitstoot. Maar er gaan nog meer mooie dingen gebeuren, want waarschijnlijk gaan we op dit platform de eerste waterstoffabriek offshore zetten. Gaan jullie mee? Als windenergie op zee steeds verder weg uit de kust wordt geproduceerd, wordt het transport van energie in de vorm van elektriciteit via kabels steeds duurder. Een alternatief wordt dan waterstof. En die waterstof moet je natuurlijk wel eerst produceren. Om dat vanuit windenergie te doen, moet je een platform hebben. En die fabriek gaan we testen. En dat doen we hier. Wil je meer weten wat TNO doet op het gebied van waterstof? Deze waterstofpilot op dit platform. Kijk dan naar onze website of onze